Kan jij gloeien dat ons staan in het begin van een nieuwe jaar? Ja, ik denk het nieuwe jaar is toch een groot geskenk van God af aan ons. Ons kiet een vars begin. Ons het nieuwe hoop, immers vol energie. Ik zie uit naar hierdie jaar, alhoewel daar baie onzekerhede is. Onthou net één ding, ons gaan hierdie jaar in saam met Jesus Christus. Ik wil met jou hierdie woorde deel wat God aan sy volk gedeel het, dier die profeet Jesaja, wat ek denk so gepas is vir hierdie nieuwe jaar wat ek en jy het. Jesaja 43 vers 19 sê, ek gaan iets niets doen. Dit het alreeds gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak een pad in die woestijn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestijn. Is jy gereed dat God iets niets doen? In jouw leven, in hierdie jaar. Iets niets voor jouw gezin, iets niets voor ons gemeente. Tans is ek, het ek hier voorreg, om op vakantie te wees saam met my gezin. Ek is nou voor 2 weken uit Nysna uit. En daarom skop ons die nieuwe jaar af, saam met Mosaïek. Ons gaan die 3 januari begin met een nieuwe reeks, wat genoemd wordt, een uitnodiging tot de journey. Die 3 januari skop Johan Geyser af, is journey met God. En dan die week daarna kuier ons saam met Trevor Hudson. A journey, maar met mekaar. Ek sien uit om saam met jou ook daar online te kuier. Ek laat jou met die rykste seën. Eerstens bid ek, dat die Heere jou sal beskerm en jou sal seën. Dan bid ons, dat jy alles wat jy aanpak in hierdie jaar, wonderlik en voorspoedig sal wees. En dan laastens, mag jy God diep en intiem beleef in die jaar wat kom. Baie dankie.